is hier Tom aka Killabortion met vandaag een volledig nieuwe up-to-date 2024 Saragnis guide. In deze guide ga ik een beetje vertellen over Saragnis, wat Saragnis is, het combat, het level, de metagear, uw inventory, spelboek, waarom dat je Saragnis zou killen. En dat is het eigenlijk een beetje nu. Saragnis is een spider boss in de Fortos dungeon in Zea. South of the Spider's Den. En dat telt ook als een spinnentask. Dus als je een spider slayertask hebt, kunt je Saragnis eigenlijk killen. Nu, voor de rest ga ik een beetje praten over het gear. Straks gaan we een keer een kill doen en we zullen verder gaan. Dus je moet weten dat Saragnis weak is to slash. Dus we gebruiken onze site. Vergeet uw site zeker niet op slash te zetten. Voor de rest hebben we een Torva Full Helm. We hebben een Bloodfury, want we willen daar eigenlijk heel lang blijven. Ik weet, je kunt dat replacen met die nieuwe Araxor amulet. Of je kunt ook gewoon een Torture gebruiken. Maar ik raad het echt aan om een Bloodfury te gebruiken. Voor de rest hebben we een Radas Blessing 4. We hebben onze Infernal Cape. We hebben Mazori, want we preyen Melee. En je hebt een spider dat u hit met range en mage. Dus we willen wel een beetje mage defense. Dan hebben we de Ultor ring. We hebben de Ferocious Gloves. En wat dat deze guide uniek maakt, is dat we het gaan hebben over de nieuwe boots. De Aranea boots. Hetgeen dat die boots eigenlijk doen, is eigenlijk heel simpel. Dat is een nieuwe drop van de Araxor mini-bosses. Die dingen staan wel quite expensive. Maar ik denk, als je deze guide kijkt en je ziet dat dit een meta-guide is waar ik site en alles gebruik, is ja, die 12 mil niet echt veel. Nu, hetgeen dat die Arena Boots doen, is eigenlijk gewoon heel simpel. Je kunt met die Arena Boots eigenlijk gewoon door webben lopen. Ik ga straks een kill of 2 doen. Ik ga jullie ook gewoon laten zien dat het echt gewoon enorm AFK is gemaakt met deze boots. Het is echt gewoon prayer opzetten, trals summonen en klikken op de boss en dan sit back en relax. Vroeger liepen we in webben vast. Je moest een ring of stone klikken om daaruit te geraken. Dat was de meta. Nu met deze boots is dat allemaal niet meer nodig. Ik ga het jullie allemaal wel laten zien straks. Nu, voor de rest, mijn inventory zijn Dragon Claws. Want dat is het beste special weapon dat je daar kunt hebben. We hebben een Imbue Heart voor ons Magic Defense bonus. We gebruiken 2 Divine Super Combat Potions. Gewoon ook omdat ik denk, 2 Divines, dat is lang genoeg om daar te blijven. Voor de rest hebben we, ik weet het is veel, 9 Super Combat Potions. Maar je gaat zien, we kunnen er met die Bloodfury echt enorm lang blijven. En je krijgt dan ook nog een keer food, zoals Egg Potatoes en zo. Dus ik denk dat je daar eigenlijk gewoon kunt blijven kamperen. Nu, voor de rest hebben we Sharks in ons inventory. Nu, we hebben niet echt niet echt sharks nodig. Ik pak gewoon sharks mee om gewoon, als ik het upfuck, dan heb ik wel gewoon iets om een beetje te restoren. En als mijn Bloodfury niet hit. Maar voor de rest ga je eigenlijk zien dat je eigenlijk meer sharks gewoon moet droppen voor je loot op te rapen. Dus ja, daarom pak ik ook sharks af in plaats van anglerfishen. Want anglerfishen zijn ook gewoon veel duurder dan sharks. Nu, voor de rest hebben we een Xerx Talisman. Die Xerx Talisman zal ons teleporteren straks naar de Glade in Hostages. En dat is eigenlijk gewoon, dan is gewoon de dungeon op wandelafstand, gaan jullie zien. Nu, voor de rest gebruiken we een Rune Pouch, een Divine Rune Pouch, met alle runes erin voor trals te summonen. Vergeet dan ook zeker uw Book of the Dead niet, want anders kunnen geen trals summonen. Voor de rest gebruik ik een crafting cape, dat is een one-click naar de crafting guild en dicht bij een bank. Voor de rest gebruik ik dan nog een construction cape, dat is een one-click naar mijn huis, wat gewoon gemakkelijk is. Nu, voor de rest gaan we het een keer hebben over waarom dat je Saragnis zou doen en de collection log. Dus we gaan een keer kijken naar de collection log en hier staat Saragnis. Nu, ik weet het, ik ben heel gespoend op de pet, maar voor de rest heeft Saragnis een pet chance. Die pet is 1 in 3000. Dan hebben we de Jar of Ice nog. Dat is 1 in 2000. Voor de rest hebben we hier nog een Giant Egg Sack. En ik ben een keer even aan het kijken wat dat de drop rate van een Giant Egg Sack is.
Een Giant Axe Sack is 21. En dan hebben we de Cudgel nog. Dat is Saragnus het wapen dat hij dropt. En dat is 1 in 384. Nu, voor de rest... waar Saragnus ook echt enorm goed voor is, zijn Clue Scrolls. Saragnus dropt hard en... Elite Clue Scrolls echt gewoon vrij frequent. De Hard Clue Scrolls zijn 1 in 40. En de Elite Clue Scrolls zijn 1 op 60. Dus ik denk als je een Pet Hunter slash Collection Logger bent... Dat wel echt een hele goede bos is om sowieso gewoon de collectielog in uw bosses te vullen van Saragnus. En intussen tijd ook nog een keer hard en elite clues te kunnen krijgen. Nu voor de rest, Saragnus dropt nog wel andere stuff dat oké is. Saragnus kan een dragon met helm droppen, dat toch 60k staat. Een paar noted battle staffs, een beetje rune armor, een paar seeds, kan juice seeds zijn. Kan Snapegrass zijn, kan Snapdragon zijn. Dropt ook herbs, Red Dragonhide, Noted, Onyx Bolt Tips. Al bij al is het wel nog een decent boss. Zoals ik denk, als je hem killt zoals mij, met heel je Potion Tap en dan nog je Bloodfury en je Side Hits, ik denk niet dat je je geld gaat uit hebben. Maar alleszins, het valt eigenlijk gewoon nog wel mee. Nu gaan we gewoon een keer een kill doen en ik ga er gewoon eigenlijk laten zien hoe simpel dat Saragnus geworden is met die nieuwe updated boots. Dus, we gaan naar de Glade. En zoals je ziet op onze minimap, teleporteren we hier naar de Glade. En hier is de Fortos Dungeon al. Nu, je kunt ook gewoon uw house portal naar Ossidius doen, maar dat is een beetje verder. Nu, voor de rest is het eigenlijk gewoon lopen naar de dungeon. Ik heb hier site op slash gemaakt, omdat ik niet altijd weet wat ik moet doen, welke stijl dat ik moet doen. Je moet je wel weten, het kan moeilijk zijn om de world te vinden voor Saragnus. Gewoon omdat dit eigenlijk een hele AFK bos is. En met die arena boots is het echt gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje hersendood zelf gewoon. Nu, vroeger... moest je ook voor die webben hier, om daar naar binnen te komen, een wilderness sword mee pakken. Nu, hetgeen dat een wilderness sword doet, is dat kan slashen door webs in de wilderness, maar ook gewoon, gewoon webben in die game. En dan kan er one click gewoon doorgaan. Nu, dat hebben we niet meer nodig met die arena boots. Zoals ik daar juist heb gezegd, is het eigenlijk gewoon... je kunt altijd erdoor stappen. Nu, we hebben geluk. Er is niemand in deze world, anders moest ik weer world hoppen. Dus hetgeen dat we gaan doen is, we gaan ons imbue hard pakken. We gaan een divine combat potion drinken. We gaan onze prayer opzetten dat altijd melee en piety moet zijn. En we gaan eigenlijk gewoon naar binnen gaan. Voilà. Nu, als je naar binnen komt, dit is wel zijn range attack. Dus je gaat een beetje damage krijgen. Ik had nu chance. We gaan een trall summonen. En eigenlijk nu gewoon ben ik volledig weg van mijn muis. Ik doe eigenlijk gewoon niks meer. Je gaat straks zien dat die... Dit zijn de webben, die HSS dat hij zegt. En vroeger zat je stuk in die webs. Maar nu met die nieuwe boots, je loopt daar gewoon door. Dus ik zeg het, dit is gewoon echt vrij hersendood en gewoon AFK. Like als je ziet, nu doet hij dat terug. En ja... Eigenlijk veel is er niet aan om te zeggen. Die boots hebben Saragnus echt gewoon heel AFK gemaakt. En ja, het is echt wel heel enjoyable om die te killen. Ook gewoon niet voor de loot alleen. Maar gewoon voor de collection logs en voor clue scrolls te kunnen krijgen. Dus ik ga nu nog één kill doen. Ik ga mijn claws pakken. Saragnus heeft ook een hele snelle respawn timer. Dus gewoon terug naar een trall summonen. We gaan ook gewoon klauwen. Voor de rest pakken we onze site en we layen gewoon back. Die spawnt minions. Minions die doen mage attack en range en melee. Dit is de melee, dat is de major. En voor de rest, dat is ook de reden. Deze spin is de reden waarom dat we Mazori aan hebben. Gewoon om het feit dat we niet willen niet echt gerekt worden door een mage. Maar ik zeg het, ja, dit is het eigenlijk gewoon een beetje. Veel is er eigenlijk niet aan. Dus let's see what we can get. We krijgen een blood runes. Oké. Voilà. En voor de rest, moest mijn trip nu gedaan zijn, pak ik mijn tap naar house. Drink een keer van mijn pool. Ga naar de crafting guild. En ik
Rebank eigenlijk. Dus ik zeg het, het is echt. Oh, wacht. We gaan er. Ja, we gaan straks doen, die Dismaster. Wat, bye? Heb ik eerst Dismiss gedrukt? Wauw, oké. Okay. Dat RIP Steelbucket, het kon hem gewoon zijn. Ach ja, misschien ooit op een dag. Nu, voor de rest is er eigenlijk niet veel aan, Saragnus. Ik zeg het, het is geen goede bos om geld te maken. Het is wel een hele goede bos voor hard en elite clues te kunnen krijgen. En natuurlijk, als je een collection lover slash pet hunter zoals mij bent, moet je, je moet niet, maar is het wel fijn om dit gewoon te doen. Nu, dit was mijn updated guide over Saragnus. Ik hoop dat jullie er iets mee hebben geleerd. En als jullie iets hebben geleerd, vergeet zeker geen like te geven op deze video en te subscriben op mijn YouTube channel. Als ook, als je mij live wilt bezig zien, gaat er een link in de description staan van mijn Twitch channel. Feel free om mij daar ook gewoon live te zien en een follow te geven. Nu, voor de rest valt er niks anders te doen dan jullie te bedanken om te kijken naar deze guide. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. En als je er iets van geleerd hebt, of je zit nog met vragen, of je hebt gewoon comments over hoe het beter kan ofzo, kun je dat hier altijd in de comments down below zetten. Ik zal altijd mijn best doen om daarop te reageren. Nu, dank ik jullie er allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag een keer live in mijn Twitch stream, of gewoon in de volgende YouTube guide. Nog een goede dag en tot de volgende.